Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video ga ik jullie laten zien wat ik allemaal bij de Action heb gekocht. Ik ging heen voor een toetsenbord en ik kwam terug ook met allemaal leuke knutselspulletjes. Het is niet zo heel veel, maar het zijn wel hele leuke dingetjes en ook dingen die ik nog niet ken en graag wil uitproberen. Dus ben je benieuwd naar wat ik gekocht heb? Blijf dan vooral zeker even kijken. En ik heb de bon ook bewaard, dus ik kan ook de prijzen erbij benoemen. Nou, dan begin ik met de wat kleinere dingen. Die ook al wel redelijk snel opvallen. Ik heb twee hele leuke stempels en nog wat washi tape. De houten stempels die kosten 79 cent per stuk. En daar heb ik twee van meegenomen. Ik zal ze ook wel even uit de verpakking halen, want dan ritselt het niet zo. Nou, dit is dan de eerste stempel en die is wat groter dan de andere. Hij ziet er dus zo uit en ik ben hier heel erg benieuwd naar of die ook echt van die dunne lijntjes heeft zoals op de afbeelding. Nou, zo ziet dan de achterkant eruit. Dus deze ga ik zeker een keer in mijn journal gebruiken. En het lijkt mij ook wel leuk om dit te gebruiken op een envelop. En dan kun je hier dan heel mooi de naam en de adres inschrijven. Dus daar heb ik hem ook voor gekocht. Ik gebruik stempels eigenlijk niet zo vaak. Maar ik wil ze wel echt meer gaan gebruiken. Want ik vind het er wel heel mooi uitzien. Want ik heb ook nog deze. En deze lijkt mij heel erg leuk om te gebruiken voor in mijn bullet journal. Zo ziet hij eruit. En dit is dan de achterkant. Ze hadden nog wat meer varianten. Volgens mij was er nog eentje. Maar die vond ik niet zo leuk. Deze vond ik wel heel erg leuk. En die waren dus 79 cent per stuk. En dan heb ik hier dus nog washi tape. En er zitten dan drie in een verpakking. En zoals hier op de verpakking staat zijn ze 15 mm dik. En op zo'n rolletje zit dan 3 meter. En deze kostte 75 cent. En dan krijg je dus 3 washi tape voor. Dat vind ik wel een hele goede prijs. En ik vind de printjes ook echt super mooi. En ook van deze washi tape hebben ze altijd meerdere varianten. En dit zijn ze dan zonder verpakking. Je hebt hier dan eentje met blauwe bloemetjes, een roze met roze bloemetjes en paars en roze bloemetjes. En die vond ik wel heel erg leuk. Dus die gaat ook lekker bij de verzameling. En dan heb ik nog deze twee stickervellen. En deze stickervellen hebben ze vaker in de collectie. Maar dan vaak ook met andere printjes of een ander thema. En er lagen dus ook nog 2 of 3 andere varianten. Maar deze vond ik het meest aanspreken. En ik vind ze altijd super fijn om te gebruiken. En deze stickervellen die kosten 89 cent per stuk. En dan krijg je 2 stickervellen in 1 verpakking. En ik vond deze echt super leuk. Het is een beetje een zeethema met wat boten en kaarten. En die vond ik wel heel erg leuk om te gebruiken in mijn journal met een vintage thema. Dat vind ik er wel heel erg mooi bij passen. En dan heb ik deze. En deze is wat meer met kleur. En dit is echt een creatieve stickervel. Met dus wat kwasten, pennen en dat soort dingetjes. En zo ziet hij er dan van dichtbij uit. En je krijgt dus 2 verschillende stickervellen. Dus dat is dan deze. Dan heb ik nog leuke stencils. En deze stencils kun je volgens mij ook heel erg mooi gebruiken met van dat dikkere pasta. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar ik wil dit gewoon gebruiken met inkt. En hier kun je dus gewoon over je hele pagina een patroontje maken. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. In mijn journal ben ik eigenlijk altijd maar gewoon bezig met knippen en plakken. Maar dat lijkt me dus ook wel mooi om met inkt een mooie achtergrondje te maken. En dat je daar dus je plaatjes en je stickers op kan plakken. Dus deze ga ik ook zeker een keer gebruiken in mijn journal. En daar zal ik ook wel even een video over laten zien hoe ik dit dan ga gebruiken. Dit is dus een setje met allemaal verschillende soorten stencils. Er waren er ook meerdere van, maar deze sprak mij het meest aan. Dit is een A5 formaatje en nou, hier staat dus ook op dat ik de 4e set heb, dus set 4. Dus waarschijnlijk zijn er of 4 of 5 sets met allemaal verschillende stencils. En in zo'n verpakking zitten dus 6 verschillende stencils. En in zo'n verpakking zitten 6 verschillende stencils. En voor zo'n verpakking betaal je 89 cent. Dus dat vind ik ook echt niet duur voor de hoeveelheid dat je daarvoor krijgt. Dan heb ik nog een papierblok. En ik heb mij qua papier best wel ingehouden. Ik heb nog heel veel papier die ik graag dus ook gewoon een keer wil opmaken en wil gaan gebruiken. Ik had mezelf dan een beetje voorgenomen als ik echt eentje heel erg leuk vond. Dan mocht ik het meenemen of dat ik echt nog iets niet had. Ja, ik vond de papierblokken niet zo heel
speciaal. Nu had ik deze nog zelf nog nooit gezien bij de Action. Nu kom ik de laatste tijd ook niet heel veel bij de Action. Dus het zou misschien best wel lang al in de schappen kunnen liggen. Maar dit is dus papier met een textuur. En bij deze is het wel heel goed te zien. Als je er met je vinger over gaat, dan voel je dat ook echt. Het is dus echt erin gedrukt. En dat vond ik wel heel erg leuk eruit zien. Je hebt dus ook echt van die machines waar je dan dit soort patroontjes ook mee kan maken. Die heb ik niet. Dus dan is dit een heel leuk alternatief daarvoor. Dus het papier is eigenlijk gewoon bedrukt. En dat lijkt me dus heel mooi om te gebruiken met een sneeuwmol of een leuk kaartje. Dat je dit dan als ondergrond gebruikt. En het is dus ook van dat langwerpig papier. Dus dat kun je heel mooi zo dubbel vouwen. En dan heb je best wel een mooi groot kaartje. Aan de binnenkant heb je die patroon dus ook wel zitten, omdat het dus gedrukt is. Maar je kunt je prima ook een papiertje overheen plakken, zodat je daar nog een berichtje op kan schrijven. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. En ik ga hier ook zeker een sneeuwman mee maken. En ik zal hem nog even laten zien. Dus de binnenkant die heeft dus ook dat patroontje. Er zitten dus allemaal verschillende kleurtjes ook in. En ook hele mooie kleuren. Ze hadden van dit soort papierblokken ook verschillende versies, verschillende kleuren. En met ook verschillende patroontjes. Maar deze vond ik het leukst. En ik wilde niet allemaal meteen meenemen. Want ik weet niet hoe vaak ik dit zou gaan gebruiken. Dus daarvoor heb ik dus maar gewoon eentje meegenomen. En voor dit papierblok, ik weet niet of ik het al genoemd heb. Maar voor dit papierblok betaal je €1,69. En daar krijg je dus 24 velletjes. En de afmeting is trouwens 30 centimeter bij 15 centimeter. En het is 250 grams papier. En dan heb ik dus ook nog twee dingetjes wat ik... Of één dingetje daarvan heb ik al wel eens gezien in de winkel. Maar heb ik eigenlijk nog nooit gekocht. Maar het leek me eigenlijk wel super leuk om dat een keer te maken. Die ga ik dus als laatste laten zien. En dan heb ik eerst dus nog het dingetje wat er bovenop ligt. Dit heb ik ook nog nooit gezien bij de Action. Of misschien wel gezien, maar nog niet echt van dichtbij bekeken. En dit zijn dus calligrafie markers. En hier ben ik best wel benieuwd naar wat het is. Er zitten dus 4 verschillende kleuren in. En allemaal komen ze 3 keer in verschillende groottes in de verpakking. Ik was hier wel gewoon heel erg benieuwd naar. Hier hebben ze dus ook allemaal verschillende kleuren van. Ik heb de... ja, de wat rood tinten paletje meegenomen. Maar ze hebben ook blauw, groen, paars, dat soort kleuren. Dus ze zijn allemaal wel heel verschillend qua kleuren. Maar er zitten dus 4 kleurtjes in met 3 verschillende puntdiktes. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Hoe ze werken en ook hoe ze in een journal werken. Of ze dan niet aan de achterkant doordrukken. Dus dat wil ik ook gaan proberen. En voor zo'n setje betaal je €1,99. Dus deze komt ook zeker wel een keer voorbij in een video. En dan het laatste waar ik dus al wel vaker iets van gezien heb, maar nog nooit eigenlijk heb gekocht. En het lijkt me wel heel erg leuk om ja, dit een keer te gaan doen. En dit is dus een miniatuur bouwen. En dat leek mij al heel erg leuk. En ik had al een paar keer wat gezien bij de Action, maar nog nooit echt gekocht. Ik had toen al wel een keertje, volgens mij was dat bij de Intratuin, ook wel hele leuke miniatuurdingetjes gezien. Maar daar kostte ze echt €40. Dus ja, dat vond ik het al minder aantrekkelijk om het te halen. Maar deze was dus een stuk goedkoper. En deze was dus €9,99 bij de Action. En zo ziet de doos eruit. Ik weet niet of ze meerdere varianten hebben en of ze hem dus nog hebben. Want dit was in ieder geval de laatste in de schap waar ik altijd naar de Action ga. Misschien dat het bij andere filialen er nog wel is of dat het daar weer anders is. Maar in ieder geval, ik had dus de laatste. Ik heb toen wel even mijn kans gegrepen om het toch mee te nemen. Want ik stond nog wel een beetje te twijfelen. Maar ik dacht, als ik het nu niet doe, dan zijn ze er misschien straks niet meer. En voor deze prijs vind ik het ook wel heel erg leuk om te gaan proberen. Ik ben ook echt wel benieuwd hoe groot die dan zou zijn. En of je echt alles dus nog helemaal in elkaar moet zetten. Ja, ik heb er dus niet echt in de winkel naar gekeken. Ik zag de doos gewoon staan en ik dacht, ja, dit wil ik echt wel een keer gaan proberen. Hier een beetje kijken aan de zijkant, dan lijkt het erop dat je dit allemaal nog zelf moet aan elkaar maken. Mocht je ervaring hebben met dit soort bouwpakketjes van de Action of van een andere winkel, laat het me dan vooral zeker weten in de comments. Want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar of het jou bevalt om dit te doen. Dus dat waren eigenlijk alle dingen die ik heb gekocht bij de Action. Dan was dit ook het einde van de video. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Mocht je meer van dit soort video's willen zien, vergeet dan zeker niet om te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie graag in een volgende video weer te zien. Doeg!